Ferdinand Welzijn is de nieuwe voorzitter van de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname, die gisteren werd aangevuld met nieuwe leden. Door het uittreden van enkele leden was er een tekort bij de raad. Het orgaan moet als werkarm van AWJ bemiddelen bij arbeidsgeschillen en moet ervoor zorgen dat partijen weer samen kunnen optrekken. Suriname is goed op weg met uitvoering geven aan de SDG's van de VN. Dit is naar voren gekomen tijdens een presentatie van het Directoraat Internationale Samenwerking van Buitenlandse Zaken. President Santokki kreeg een update met betrekking tot de implementatie van de SDG's in Suriname. Verder is er een rapportage gedaan over drie projecten waar Suriname als enig CARICOM-lidstaat voor financiering vanuit het SDG-fonds voor in aanmerking is gekomen. Het Nationaal Leger neemt deel aan een oefening die op Frans grondgebied gehouden wordt en wel van 7 tot en met 7 maart tot en met dinsdag 21 maart. Fer de Lance is een internationale militaire oefening die wordt georganiseerd door het Franse leger en waar ook eenheden van Brazilië en Guyana aan deelnemen. Voor Suriname is het van belang om sterke regionale partnerschappen te hebben om gezamenlijk voor veiligheid te zorgen, informatie en inlichtingen te delen, maar in het bijzonder om de interoperabiliteit tussen regionale legers te bevorderen.